Hallo allemaal. In deze vlog zien jullie hoe wij van de camperplek bij de haven naar Sevilla fietsen. En hoe we de dag doorbrengen in Sevilla. Echt de moeite waard. Veel plezier ermee. Goedemorgen allemaal. Wij staan hier in Gelvis op een kleine camperplek. En we hebben net van een Duitse dame te horen gekregen. Zurück, Helmpflicht. Also, jetzt fahren wir mit Helm. Dankeschön. En dan gaan we hier even naar de faciliteit van de camperplek. Hier zijn de wasmachines. Een wasmachine en een droger. En vervolgens zien we hier naast één toilet, één douche voor de dames en hetzelfde voor de heren. Aan de overkant de faciliteiten om schoon water in te nemen en grijs water te lozen en toilet schoon te maken. Nou, daar gaan we. Kijken of we op de fiets naar Sevilla kunnen. Nou, het was een beetje een avontuurlijk fietspad, maar dit is wel weer heel leuk. Een leuk straatje zo, hè? Op de rotonde vlakbij de Plaza de España. En hier gaan we door het hek en dan fietsen we recht naar de Plaza de España. Nou, het was op zich goed te doen, maar we waren een beetje verkeerd gereden. Maar dankzij Google Maps komen we toch wel weer goed uit. Dus op naar de Plaza de España. Thank you.
Nou, de parasolletjes hebben we vandaag niet nodig. Ja. Ze hebben van die bougainvilles hebben ze een soort bomen gemaakt. Met stammen. Deze schitterende vikers in het park van de Plaza de España. Wat is er? Daar komen we bij de tabaksfabriek, hè? Ja. Ja, waar de opera Carmen is opgenomen. Gaan we nog eens even kijken? Nee, nee. Nee? Carmen, die werkt op de tabaksfabriek. Maar daar is de opera toch ook voor een gedeelte opgenomen, of niet? Dat weet ik niet. Gaan we maar naar. Carmen, de hoofdpersoon, dat was een meisje die werkte op die tabaksfabriek. Ja. Maar die tabaksfabriek is nu een onderdeel van de universiteit van Sevilla. Gaan we nu bekijken. Ja. He? Dit is dus de tabaksfabriek. Tegenwoordig onderdeel van, van de universiteit van Sevilla. Maar ze zijn flink aan het renoveren hier, dus veel moois is het niet. Maar het ligt wel mooi. Omgeven door sinaasappelboompjes. En de vorige keer dat we hier waren, toen vroeg ik een van die mensen die waren met die dingen aan het snoeien met die boompjes. Ik wil wel een sinaasappel hebben, want ze gooien ze toch allemaal weg. Oh, dat mocht hoor. En hij grijnsde. Nou, ik pel dat ding af. En bitter, bitter. Die smaak kreeg je haast niet meer uit je mond. Dat zijn van die sinaasappels. Van die sierboompjes en die sinaasappels kun je dus niet eten. Gaan we hierheen? En daar hebben we de grote kathedraal. Op twee na de grootste kathedraal ter wereld. De Sint-Pieter in Rome en de Sint-Paul in Londen, die zijn nog iets groter. Maar dan komt deze. Het toeristenseizoen is al losgebarst hier. Het kasteel van Sevilla, nou, er staat een beste rij volk voor. Deze toren die heet Giralda en die heet zo omdat boven op de toren een wimpel staat met een mensfiguur. En het wordt in het Spaans een Giralda genoemd. Eigenlijk is deze toren een oude minaret waar ze later klokken ingezet hebben. Maar in de Moorse tijd is die gebouwd. Ik meen iets van 1200 of zo, zoiets. En het leuke ervan is, binnenin heb je geen trappen om omhoog te komen, maar een glijdende baan. Zeg maar een weg met een flinke helling. Oh, ik moet even aan de kant. Want de imam die je opriep tot het gebed, die moest iedere keer die trap omhoog klimmen anders. Maar daarvoor hadden ze dus een baan gemaakt, daar kon hij op zijn paard naar boven toe. En dat moest dan 5 keer per dag gebeuren. Arm paard.
Hier zie je dus mooi de klokken hangen. 25 klokken hangen erin. Eigenlijk zou je een verrekijker nodig hebben om alle details te bekijken. Echt, het zijn blinde poorten noemen ze dat. En je ziet dan de vorm wel, de hoefijzervorm. Dat is nog echt een overblijfsel uit de Morentijd. Deze kathedraal is dus gebouwd op de fundamenten van een moskee. En dat is eigenlijk in heel Spanje gebeurd. Overal zijn de moskeeën afgebroken en er zijn dan de kathedralen bovenop gebouwd. Maar de paleizen van de Mooren, die hebben ze over het algemeen wel laten staan. De paddenstoelen van Sevilla. Hebben ongeveer 100 miljoen gekost. Maar dan heb je ook wat. Dit is het oude marktplein. In de oude wijk van Sevilla. Daar wilden ze een parkeerplaats aanleggen, een ondergrondse parkeerplaats. Maar toen stuitten ze op Moorse en Romeinse resten. Is de boel stilgelegd. Had al 14 miljoen gekost. Na jaren hebben ze gedacht, we moeten er toch maar wat mee doen. Toen hebben ze een wedstrijd uitgeschreven voor architecten. Jürgen Meijer heeft dat gewonnen en die heeft dit ontworpen. Dit is van hout gemaakt. Van Fins berkenhout, dat kun je best buigen. En zo is hier dus een heel bijzonder geval neergezet. Ik zit met al mijn verstand ernaar te kijken. Ja, Gerard zei Fins berkenhout. Het is net of het allemaal in elkaar geschoven is. Geweldig mooi om te zien. Wat zal het 's avonds ook mooi zijn. Maar goed, dan is het handiger om met de bus naar Sevilla te gaan. Het oude gedeelte van Sevilla dus. Maar wel heel leuk, hè? Kijk eens daarboven. Ja. He? En dan moet je dan 's avonds zitten op een mooie zomeravond. Op zo'n dakterras. Ja, op zo'n dakterras. Prachtig. Allemaal hotels hier, hè? Ja. We gaan even de Mercado in. De visboer. Zes soort Mirador. Ja. Doe maar, push the button. Push the button, yes, doe maar. Oh,
half drie moeten we hier voor de Experience Tour weer zijn. Nou, kijk eens. Dit is zo mooi. Hè? Geweldig. Maquette. Ja, het zijn echt van die dingetjes die je zo in elkaar kunt schuiven. Daar maken we vroeger stoeltjes van neer. Het lijkt wel een soort boomkroonpad. Alleen, er zijn geen bomen hier. Hoor, het beweegt behoorlijk. En er ligt overal nog een hoop zand. Sahara-stof. Kijk waar je loopt. Kijk die gele dingen. Ieder afzonderlijk hokje is verlicht. En ze kunnen er natuurlijk een geweldige lichtshow van maken. Ja, dan moeten we s'avonds terugkomen. Het is toch wel een heel apart bouwwerk. Zoiets moderns en dat midden in een oude stad. Na de rondgang over de paddenstoelen hebben we deze rondgang afgesloten met een bezoek aan een prachtige panoramashow. Giralda. Y le pusieron Triana, Sevilla tuvo una niña y le pusieron.
Tiana, come che toma? Y le pusieron Tiana, la bautizaron en el río, los gitanos de la cava, la bautizaron en el río. Y mucho vino y alegría, ya le aprendieron los moros, el cante con alegría. Arrivederci. En na deze prachtige show en het bezoek aan de parasols van Sevilla werd het voor ons weer tijd om de fiets op te zoeken en weer terug te fietsen, zo'n kleine 10 kilometer terug naar de camping. Hebben jullie genoten van de vlag in Sevilla? Wij wel, in ieder geval, van de trip naar Sevilla. En als je het bevallen is, duimpje omhoog en abonneer maar!